Ja, dag. Mijn Grimmsnarl wordt gewoon gesloopt. Dit geloof je toch niet? Yo, Nintendo-fans en yo, Rickertje Army. Wil je ook bij de Rickertje Army? Doe even abonneren hieronder op die rode knop. Is gewoon gratis, mag gewoon. En dan ga ik battelen tegen B. En B is de enige gymleader die mij heeft verslagen in deze game. En nu mag ik gewoon weer tegen B. En mijn vraag aan jullie voor vandaag is dan ook... Wie is de sterkste gymleader? Is dat B of is dat toch Ryan? Of is dat toch een andere gymleader? Als ze allemaal Pokémon zouden hebben van hetzelfde level... Wie zou dan de sterkste gymleader zijn? In ieder geval denk ik dat ik nu een betere counter heb voor B met Grimmsnarl. En dan gaan we het gewoon doen. We gaan het wel zien. Ik mag echt niet twee keer van haar verliezen. Dat kan echt niet. In de vorige aflevering hebben we Nessa verslagen en Bitty, die kwam ook weer even blij doen. Die moesten we ook even verslaan. Dus nu gaan we ervoor om B te verslaan. Kijk, daar is ze. De Galar Karate Prodigy. Het is gymleader B. Ik ben wel een beetje bang hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik ben wel een beetje bang voor B. Ze zegt, ik beloof je. Mijn aanvallen laten je ziel trillen. Mogen de beste trainer winnen. Kijk, ze is wel heel sportief. Ik vind haar wel echt super tof hoor. Ondanks dat ik van haar verloren heb. Ik vind haar wel super cool. Ze doet niet zo stoer als Gordy, weet je wel. Ze zegt gewoon waar het op staat. En fighting type Pokémon, jongens. Daar gaan we. Ik heb dus nu wel een Grimmsnarl. B begint met Hawlucha. Ze zegt, je mag er wel één win op mij hebben, maar nu wordt het pas echt serieus. High jump kick krijg ik om mijn bakkes. Nee, hij mist en hij valt om. Hawlucha sloopt bijna zichzelf. En dan maak ik het denk ik wel af met een training kiss. Ja hoor, Hawlucha is alvast down. Dat is geen heel goed begin voor B, jongens. Die Hawlucha die viel gewoon om en die pakte gewoon keihard zelf damage. Grimmsnarl, Surfage gaan een leveltje omhoog. En Surfage wil Leaf Blade leren. Gaan we eens even kijken hoe sterk Leaf Blade is. 90. Die is wel behoorlijk een stukje sterker dan Fury Cutter bijvoorbeeld. Dus laten we dat sowieso even gaan leren. Leaf Blade, nice. Oké, dat is alvast één Pokémon down. En haar tweede Pokémon is een Phalanx. En die vind ik super leuk. Sowieso vind ik deze generatie Pokémon echt heel tof. Er zijn maar heel weinig Pokémon in deze generatie die ik niet vet vind. En Phalanx begint even met Bulk Up. En dan doen wij een Draining Kissie. En ja, volgens mij moet het wel allemaal gaan lukken een beetje met Draining Kiss. Ah, net niet. Ik blijf gewoon doorgaan met Draining Kiss hoor. Kijk, B doet een Full Restore. Die gaat even Phalanx healen. Komt ie, Draining Kiss. Oef, nog echt 1 HP over. Nou, dan ga ik nu maar voor Play Rough. Phalanx gaat voor Close Combat. Oef, dat doet zoveel pijn, man. Dat is zo niet chill. Die doet veel te veel pijn, joh. Oh, en ik mis ook? Ja, dag. Mijn Grimmsnarl wordt gewoon gesloopt. Dit geloof je toch niet? B had superveel pech in het begin. En nu heeft ze opeens superveel geluk, jongen. Hou op. Ja, verder heb ik dus echt niet zulke hele goede Pokémon in mijn team om B te slopen. Ik moest het echt van Grimmsnarl hebben. Oh, gewoon 1 HP over met je Phalanx, man. Dat kan toch niet? Waarom? Waarom moet je zoveel geluk hebben? Godverdorie, man. Oké, hier. Bap, 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 bap. Oké, baba Phalanx. Die had al eerder kapot moeten zijn. Oh, Grablocked ook nog. Grablocked is ook zo'n vervelende Pokémon. Oké, we gaan eens even kijken wat Drumbeating doet. Ik ben in ieder geval sneller. Dat is altijd fijn dat je sneller bent. Dan in Bird 2 zou ik het af kunnen maken als we meer dan de helft damage doen. Oké, cool. Nice. Grablocked doet een Octolok. Dat is volgens mij... Valt dat mee? Ja, ik kan dus nu niet langer meer ontsnappen. Mijn defense en mijn special defense gaan wel naar beneden. Dat is wel minder. Maar goed, we gaan Grablocked in ieder geval wel slopen. Dus dit is niet zo'n probleem. Ik had meer problemen verwacht van Grablocked, maar... Dit valt gelukkig mee. Nu moeten we tegen Surfetched. En we weten hoe vervelend Surfetched kan zijn, jongens. Want wij hebben natuurlijk zelf ook een Surfetched. Drumbeating! Papadap, tap, 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 taps. Oh, oké, meer dan de helft kapot. Nice. Leggen wij een Brick Break op onze hoofd? Ja, we weten het. Brick Break is een goede aanval. Die doet pijn. En Surfetched kan zomaar opeens een critical hit doen, hè. En dat is ook echt een probleem met Surfetched. Maar ik denk dat we hem hebben. Ja, oké, gelukkig. We hebben hem. B gooit er nu een champ uit. En die gaat Dynamaxen. Ik zou kunnen gaan proberen om Orbeedle even in te zetten. Laten we dit gaan proberen, jongens. Orbeedle. Onze kleine baas die zich teruggevochten heeft in ons team. Orbeedle is er even tussenuit geweest en is toen weer teruggekomen. En mag het nu gaan opnemen tegen een Machamp die 1 level hoger is, jongens. Ik ben in ieder geval wel weer sneller dan Machamp. Dus dat is super chill. Daar is die, jongens. Ons gigantische Livieheersbeestje. En daar gaat B met haar laatste Pokémon. Daar gaat B met Gigantamax Machamp, jongens. Even kijken hoe die eruit komt te zien. Kijk, daar komt hij hoor. Hop. Oh, oh, die is vet. Oh, die heeft echt superpower in zijn armen nu. What? Hij wil dunne beentjes.
Ja, dan heb je nog wel aardig dunne beentjes. Oké, wij zijn sneller. Max Mindstorm, die is super effective. Oh, maar we hebben 3 hits nodig, jongens. Oef. Ja, oh, en Max Flare. Oké, ik ga dood. Ik ga keihard kapot. Oh, ik overleef dit? Ah, maar hij heeft maar 2 hits nodig. Dit is jammer, jongens. Oké, ik ga een flink pijn doen. Max Mindstorm erbovenop. Maar hierna ga ik wel kapot. Oh, oh, is het een critical hit? Nee, het is geen eens een critical hit, maar we verslaan hem. Oh, ik dacht dat ik nog een extra hitje nodig had. Maar lekker, Orbeedle. Dit doe je goed, jongen. Hoppakee. 2791 XP. Lekker gedaan, Orbeedle. En ook Toxtricity is een level omhoog. Ja, dan is het goed dat we Orbeedle weer terug hebben gedaan in ons team, jongens. Lekker, man. Hoppakee. We hebben B gewoon toch nu wel in 1 keer verslagen. En ze zegt, jouw kracht zorgde er bijna voor dat ik weg wilde rennen. Wat? Nee, B, je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar nu had ik gewoon wel 2 goede counters in mijn team. B zegt, dankjewel voor deze fantastische wedstrijd. Ik heb ervan genoten om met jou en je team te battelen. Ik ben teleurgesteld dat ik heb verloren. Maar toch voel ik me ook wel goed en gerefreshed. Ja, af en toe is het echt niet erg om te verliezen. Dat maak je weer even scherp, B. En B zegt ook, op een of andere manier was dit de beste manier voor mij om te verliezen. En nu hoop ik dat ik nog veel meer trainers ontmoet. En heel veel wedstrijden heb in de toekomst. Zij is echt een bazen gymleader gewoon, joh. Ja, en dan moeten we nu tegen Ryan. Oef, want Ryan heeft Pierce verslagen. Oef. Oh, man. Hey, Pierce is er ook. En Marnie is er ook. Ja, hoor. Marnie zegt, sorry, Rikachu. Ik dacht dat mijn broer wel revenge kon halen voor mij. Maar hij heeft verloren van Ryan. Marnie zegt tegen Pierce, ja, je zag er zo slordig uit dat mensen denken dat we allebei zwak zijn. Omdat we broer en zus zijn. Pierce zegt, nee, dat heb je helemaal verkeerd. Ryan is gewoon echt zo sterk. Maar ik heb iedereen in het publiek kunnen laten zien hoe je een goede battle kan voeren zonder te dynamaxen. En Marnie zegt, ja, ik snap het, maar daarom wilde ik ze ook zo graag dat je won. Maar ze vond het alsnog wel een goede battle. Ik reken op jou dat jij gaat winnen. Ik zal nu echt voor je gaan juichen. Super dope, Marnie. Ryan, wacht op je. We kijken uit naar een goede battle, zegt Pierce. Oef. Ryan. Ah, daar gaan we. En ook voor Ryan moet ik denk ik wel mijn Fairy-type Pokémon inzetten. Jongens, dit is de finale. Dit is de finale van de Gym Challenge. Als ik deze win, dan mag ik gewoon tegen Leon. En dan mag ik mezelf misschien straks wel Pokémon kampioen gaan noemen. Wie verdient het recht om tegen kampioen Leon te battelen? Is het Rikachu? Of is het toch Ryan, de enige kampioen die Leon zijn rivaal noemt? De Tamer of Dragons. Oeh. Daar ben je weer, Ryan. Leon is mijn rivaal en hij heeft jou uitgekozen. Dus ik moet nu gaan bewijzen dat ik beter ben dan jij, zegt Ryan. Ik heb mijn team helemaal opnieuw opgebouwd. En we zijn helemaal klaar voor deze 1 tegen 1 battle. Misschien denk je wel dat omdat je me 1 keer hebt verslagen dat het je nu ook gaat lukken. Maar je zal er spijt van krijgen. Let's go, Ryan. Final battle. Woef, daar is hij. Oh man, hij begint met een Torkoal. Ja, dat is dan toch niet Grimmsnarl die ik moet gebruiken eigenlijk. Dit zou nog best wel eens even moeilijk kunnen worden, jongens. Torkoal is level 53. Ik ben gelukkig wel level 57. Ja, dit doet niet heel veel damage. Oeh, hij begint met Solar Beam. Ah, dit gaat strakjes pijn doen. Ja hoor, Solar Beam. Oh, en dit doet natuurlijk extra damage omdat het zo fel licht is. Oef. Misschien dat Dark Pulse nu een betere move is voor mij. Ik weet het niet. Hierna moet ik me wel weer eventjes Draining Kiss gaan gebruiken, denk ik. Alhoewel. Oh, hij is flinched. Hij is flinched. Oeh, dat is nice. Dan kan ik hem nu finishen met nog een Dark Pulse. Lekker. Oké, Torkoal is down. Lekker. Oké, klein beetje geluk. Maar soms moet je een klein beetje geluk hebben. Het geluk zat hem in dat we hem geflinched hebben. Wie ga je nu gebruiken? Turdenader. Dan ga ik nu voor Colossal. Daar is die hoor, Turdenader. Come on, Ancient Power. Let's go. Deze moet super effectief zijn. Deze gaat hem pijn doen, maar deze gaat hem niet in 1 keer slopen. Hij doet een Dragon Pulse. Is niet super effectief, maar gaat waarschijnlijk wel pijn doen. Nou, 1/3. Oké. Daar kan ik mee leven. Nog een keer Ancient Power op zijn bak is en dan is Turdenader ook klaar. Oké, we gaan best wel lekker tot nu toe, jongens. We gaan best wel lekker. Wie is de volgende? Flygon. Dan moet ik wel weer even terug naar Grimmsnarl. Daar is die weer. En daar is Flygon. Hopelijk ben ik sneller en kan ik lekker veel damage doen. Nee, hij begrijpt sneller, maar hij doet Sandstorm. Die gaat niet heel veel pijn doen. Is wel heel irritant. Dat dan weer wel. Let the winds blow. Stream forward. Sandstorm. Hou eens op, man, met je Sandstorm. Is nergens voor nodig. Ik doe een Draining Kiss. Hoeveel pijn doet dat? Dat doet best veel pijn. En ik krijg nu weer lekker veel HP'tjes terug. Ben ik alweer vol? Ik ben gewoon weer helemaal vol. Super nice. Wel geraakt door de Sandstorm. En nu doet hij een Earthquake. Earthquake doet altijd pijn. Is altijd een sterke aanval. Maakt niet uit of het wel of niet super effective is. Earthquake doet altijd pijn. Ik ga dit finishen met nog een Draining Kissie. En dan is ook Flygon down. Hoeveel HP krijg ik terug?
Oké, toch zo'n 30, 40 HP. En dan is Flygon ook weg. Oké, dit gaat best aardig. Nu een Goodra. Daar is die Goodra. Vind ik een hele leuke Pokémon trouwens dit. Dan hou ik het eventjes bij Draining Kiss van Grimmsnarl. Hij doet regendans. Oké. Super chill. Is de Sandstorm dan weg? Nee, toch. De Sandstorm is weg. Ik denk al, dat kan niet door elkaar gaan, toch? Alright, Draining Kiss op Goodra. Dit is lekker, jongens. Oef. Maar Goodra is best wel sterk, hoor. Goodra doet nu Muddy Water. Dit zal ook wel aardig op pijn gaan doen. Modderwater. Oké, we overleven hem wel. Ik blijf gewoon bij Draining Kiss. Dat is denk ik mijn beste move met Grimmsnarl. Ik heb één keer in deze Champions Finals Play Rough gebruikt. En die miste toen. Dus ik durf het niet meer aan met Play Rough. Oef. Nog een keer Muddy Water. Blijkbaar is die nu sneller. Oké, we overleven het. Ga ik hem finishen? Ga ik Goodra nu finishen met deze Draining Kiss? Ja, nice. Oké, lekker. Goodra is fainted. Hoeveel Pokémon heb je nog over? Heb je er nog één over? Heb je er nog twee over? Duraludon. Ja, dat moet zijn laatste zijn. Ik ga even toch iets anders proberen. Want mijn Grimmsnarl is al voor de helft down. Duraludon is ook een Steel-type Pokémon. Dus ik ga proberen om nu Surf Edge te Dynamaxen. Ja, en hem dan maar met Surf Edge te slopen. Ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Misschien toch niet helemaal. Nee, ja, hij is sowieso sneller. Nee, de Duraludon is sneller. Oh, dit kan problemen gaan opleveren. Daar is hij hoor. Rayon gaat zijn Pokémon Dynamaxen. Maak nog even een selfie tussendoor. Deze Trump Tower Pokémon is niet normaal, man. Hoe verzin je dit? Ik vind dit wel een hele gekke Pokémon, hoor, als ik heel eerlijk ben. Gewoon een mega gebouw is dit. Nou, let's go, Surfetch. Ik hoop dat je in ieder geval één klap overleeft. Go! Groei een stadion uit met je prei. Onze super eend. Superbaas. Oké, Duraludon is eerst aan set. Die gaat ook Max Knuckle doen. Oké, die gaat ook een fighting type move doen. Dat vind ik verrassend. Die had ik nou niet verwacht. Volgens mij had je veel meer andere moves kunnen doen. Dan wil je je attack omhoog krijgen. Is dat waarom je deze move doet? Kijk, ik sloop hem voor de helft hoor, die Duraludon. En mijn attack gaat ook omhoog. Als ik de tweede klap overleef, Max Steel Spike, dan... Ja, ik overleef het. Ja, kijk, nu hebben we gewoon verslagen. Nu is het gewoon klaar. Oh, zijn defense is omhoog. Oké. Misschien is het toch nog niet helemaal klaar. Het is wel helemaal klaar. Lekker. Hoppakee. Duraludon is down. Nice. Ja, Rayon. Ja. Heb je gewoon even verloren, hè? Ik ben benieuwd. Ga je nu nog een keer weer een selfie nemen? Of. Hij staat er ook echt als zo'n draak. Hij is raar. Raar. Oh, nu niet meer. Nu staat hij gewoon cool. Hij zegt: verliezen in de finale is best wel een ding. Maar laat me nog even snel een selfie nemen. Wat een gozer, joh. Challenger Rickachu pakt de winst. Mijn liefdevolle Pokémon en ik zijn veel sterker geworden dan dat we waren. Maar je hebt ons gewoon weggeblazen. Voorbij alles wat ik ooit had voorgesteld. Ik ben nog best wel jong. Maar ik moet toch echt me meerdere erkennen. Iemand die nog jonger is. En je hebt nog een hele toekomst voor je liggen. Hou het momentum. Bewijs dat Leon niet onverslaanbaar is. Ja, jongens. We hebben het gedaan. We mogen nu toch echt tegen Leon gaan battelen. Daar, dit is mijn moment. Hop staat er ook. Die vraagt, ben je klaar? Dit is echt het grote moment van de finale, hè? Ik kom hier om je even toe te spreken en ik ga natuurlijk voor jou juichen. Toch, het is niet echt een kant kiezen, want ja, weet je, het is een gevecht tussen mijn broer en mijn grote rivaal. Wie wil ik nou echt liever dat er wint? Zijn Pokémon roept hem even tot de orde, volgens mij. Hop zegt, oh, dus jij vindt ook dat ik voor Rickachu moet juichen? Nou, Hop zegt, daar ben ik het mee eens. We zijn tenslotte ons avontuur samen begonnen in Postwick. Dus beter ga je liever slaan, Rick. Als iemand hem kan verslaan, dan ben jij het wel. Kijk ze gaan. Wat een vette Pokémon heeft hij ook bij zich. Het is echt een toffe Pokémon. Oh man. We moeten dit nu toch echt tegen Leon gaan opnemen. Oef. Ik weet niet of ik hier ready voor ben, jongens. Dat gaan we allemaal zien in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo en Pokémon houdt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Fijne kerst allemaal. Mazzel!